Racingteam Tom Meulendijks. Voor de derde keer omloop der Zeven Heuvelen, maar heel anders. Totaal anders. Althans, het is nog steeds een wielerkoers en een toertocht op één dag. Maar we hebben een nieuw wedstrijdparcours. Dat is een grote verandering. En daarvoor was het nodig om ook een nieuwe startlocatie en een nieuwe finishlocatie te bedenken. De startlocatie is het Afrika Museum geworden. Daar starten zowel de wedstrijd als de toertocht. En de finish is hier op de Verandwijkweg, waar ook de gezelligheid, de horeca en de geluidsinstallatie alles is. En ik ben eigenlijk wel erg te spreken over de nieuwe locaties. Renners zijn erg lovend over het nieuwe wedstrijdparcours. Het is zwaarder, het is lastiger. De oude Holleweg zit erin. Wordt de zwaarste klim buiten Limburg genoemd. Dus, daar zijn we trots op dat hier in het wedstrijdparcours zit. En daardoor zijn we eigenlijk hier op de Verandwijkweg terechtgekomen met de finishlocatie. Je hebt hier eigenlijk zo'n natuurlijke tribune, een soort kuip die hier op de Finestraat kijkt. Dus we zijn hartstikke blij met de nieuwe locatie en ik hoor tot nu toe alleen maar goede verhalen. Dus ja, blij. Nu gaan we de laatste 15 kilometer in op met de Stef van der Bos in deze groep. De laatste ronde. Wacht, wat is er mooier dan het winnen van de Omloop der Zeven Heuvelen? Als je even omdraait, trekken, dan moet ik even het lijstje erbij pakken. Dat is de Cycling Games Huurmat. Applaus voor de eerste drie. De flessen gaan nu ontkurken worden.